Mevrouw Bonus, de Partij van de Arbeid wil, als ik het juist heb, nog 1 miljard bezuinigen. Ja, dat klopt. En ik zie hier ook dat verschillende onderdelen van de krijgsmacht weer vertegenwoordigd zijn. Dat was ook gisteravond het geval. En ik wil hier nogmaals uitspreken dat de Partij van de Arbeid dat natuurlijk betreurt. Het is niet een maatregel die we van harte nemen. Waarom doet u dat dan? Omdat het zijn pijnlijke keuzes. Het is een keuze die we maken uit inderdaad, collega, ik moet dat beamen van wat meneer Knop zegt. Het is een maatregel die voortkomt uit drang tot bezuinigen. Omdat je als je groei wilt, moet je het ook het geld verdienen, moet je ook bezuinigen. Ik wil daar nog aan toevoegen dat je uiteindelijk, we hadden het net al over nieuwe dreigingen, er is veel asymmetrische oorlogsvoering, er is cybercrime, je hebt allerlei nieuwe dreigingen die niet per se vergen dat je een omvangrijke, inflexibele krijgsmacht houdt. Dat is dan de inhoudelijke argumentatie waarin u zegt, als je kijkt naar nieuwe dreigings, naar soort dreigingen, kan dit? En die vang je onder dat concept smart defense. Ik geef dan gewoon toe dat het makkelijker is in je programma op defensie te bezuinigen, omdat dat een trouwe hond is die naar iedere trap toch weer terugkomt. En als je naar ontwikkelingssamenwerking kijkt, je meteen tig gesubsidieerde lobbyisten op je nek hebt. Het is in je buitenlands beleid helemaal niet beter om dit te doen. Mevrouw Bonus, korte reactie, hoor en wederhoor. Ontwikkelingssamenwerking, daar snijden wij inderdaad niet in. Wij willen zelfs als de begroting in 2017 weer op orde is, terug naar de 0,8 waar we zaten. Wij vinden dat een internationale verplichting. Omdat, zoals net ook al is gesuggereerd, je kunt beter voorkomen dan genezen. Je kunt natuurlijk een heleboel instrumenten inzetten. Bijvoorbeeld conflictpreventie in landen. En helpen om daar sociaal-economische stabiliteit te creëren. Daar kiest u liever zodat voor het niet tot conflicten komt waar je vervolgens weer met geweld moet gaan ingrijpen. Daar kiest u liever voor defensie. Korte reactie, de heer Knops. Ja, ik val bijna van verbazing om. Ik sta goed stevig vast. Maar kijk, mevrouw Bonus heeft een heel verhaal waarom die miljard bij Defensie verantwoord is. Eigenlijk zegt ze, het is niet verantwoord. Alle argumenten wijzen namelijk de andere kant op. En we hebben ook in de krant kunnen lezen hoe het gegaan is bij de PvdA. Het was gewoon in een kwartier tijd, moest gewoon een miljard gevonden worden. Die is ingeboekt en vervolgens gekeken, hoe kunnen we dat realiseren? Ja, dat noem ik geen visie. Dat is pas onverantwoord. En we moeten ons niet verschuilen, we betreuren het en dingen. We maken die keuzes met z'n allen en daar staan we voor of niet. Maar ik constateer gewoon dat die 1 miljard op dit moment gewoon de facto betekent dat halve landmacht eraan gaat. Want u heeft een scenario uit de heroverweging gepakt waarbij de halve landmacht opgedoekt wordt. En dan hoef je helemaal niet meer te praten over comprehensive approach en uitzendingen. Want dan hoef je helemaal geen troepen meer uit te zenden als je dat nog zou willen. En dat is toch geheel in strijd met de traditie die de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren had. Ja. Het is onbegrijpelijk. Oké, mevrouw Bonus, korte reactie. Nee, kijk, wij willen inderdaad naar een selectievere inzet van onze krijgsmacht. Dus het gaat om rapid response force. Dat je kunt reageren, gedoseerd, waar het nodig is, waar we toegevoegde waarde hebben en in samenhang met anderen. En dat wil niet altijd zeggen dat je dezelfde omvang moet houden die onze krijgsmacht heeft. Ik begrijp. Ik ga even naar de heer Van Bommel. Want als ik het juist heb gelezen, zegt uw verkiezingsprogramma 1,6 miljoen. Maar een miljard. Miljard. Dat is eigenlijk het punt. Dat miljard. Klopt. Dat klopt. En het begint inderdaad bij het bepalen van je ambitie. En het geld volgt die ambitie. En wat is dan de nieuwe ambitie met betrekking tot defensie, wat betreft de SP, waarom er 1,6 miljard bezuinigd kan worden? Er zijn partijen die zeggen er moet meer geld naar defensie, zodat de Nederlandse krijgsmacht in het hoogste deel van het geweldspectrum, in het vroeg stadium van het conflict, kan deelnemen. En daar wilt u niet actief zijn. Precies. Wij kiezen voor een andere inzet van de Nederlandse krijgsmacht. Ik ga eerst even naar mevrouw Hartje, dan kom ik voor de slotwoorden nog bij u. U wilt ook 500 miljoen bezuinigen op defensie. En u zegt dat gaan we doen door intensiever Europees samen te werken. We hebben daar een verhaal bij. En dan is mijn idee, hoe overtuig je Parijs en Berlijn, om het maar even zo populair uit te drukken, dat u Europees wil samenwerken, maar wel de afgelopen jaren, en u dus opnieuw, als u in een kabinet zou komen, snijdt op defensie. Dat gaat toch niet samen, die boodschap? We hebben 500 miljoen op defensie ingeboekt. En dat verhaal wat daarachter zit, is het enige wat overeind blijft. Als het gaat om, als je echt Europees wil samenwerken, dan moet je dus ook die keuzes durven maken. En het is heel belangrijk om ook die beweging te stimuleren. En dat doe je door ook als je een keuze maakt van, als we bezuinigen, dan willen we dat ook gericht doen op een bepaald onderdeel. We gaan niet met de kaasschaaf over defensie. Mm-hmm. En het is belangrijk dat je dus ook bereid bent om op Europees niveau het buitenlands beleid, het veiligheidsbeleid en ook de soevereiniteitsdiscussie, dat je ook het lef hebt om dat ook mee te nemen. Ja, kijk, ik begrijp het. De Partij van de Arbeid die zegt ook taakspecialisatie, maar levert geen boter bij de vis als het gaat om korte laatste reactie van de heer Dijkhoff en daarna ga ik naar de vraag in de zaal. Ja, nee, ik hoor met verbazing aan. Ik kan me niet voorstellen dat andere landen tegen ons zeggen, we willen best samenwerken, maar alleen als je bezuinigt. Volgens mij moet je die samenwerking zoeken om het toch al in heel Europa verschaalde budget voor defensie en voor veiligheid, om daar met dezelfde middelen meer te kunnen doen, in plaats van bijvoorbeeld er al van uit te gaan dat het geld op gaat leveren om dat in te boeken. Als je gaat samenwerken, kost het eerst geld.
En dan werpt het later pas de vruchten af. En doe dat dan innovatief. Ik vind toch echt wel dat partijen als de VVD, maar ook het CDA, in die zin wel erg een grote broek aantrekken. Ook vanavond weer als het gaat om defensie. Want dit zijn de partijen geweest die altijd, ook bij de vorige verkiezingen, riepen: de grens is bereikt. En vervolgens zijn het wel deze partijen geweest met de PVV. Echt rechts, kunnen we het niet krijgen in Nederland. En er is gewoon een miljard PVV, uiteindelijk bezuinigd op defensie. Links, hoor. En wat we, en er is ook niet toegegeven vanavond dat op dit moment defensie kiezen in het voorhoofd. Op dit moment is defensie gewoon, de taak die defensie heeft matcht gewoon niet met het geld. En dus de taak ondertussen wordt er gezegd van, ja, we hopen in 2014 dat het zonniger uitziet en dan halen we die ambitie wel. Hoor en wederhoor, heer Dijkhoff, want zij zegt, ja, u zat in het kabinet en nu heeft wel die bezuiniging gedaan. Ja, dat deed pijn zat. Zonder verhaal. Dat klopt. En dat zat wel een verhaal achter. Maar dat betekent juist dat je daarna niet nog een keer moet gaan snijden. Nee, dat verhaal was geen visie op de krijgsmacht. Dat verhaal was puur het bezuinigingsverhaal. Puur het bezuinigingsverhaal. Volgens mij is één ding hier wel duidelijk te maken. Dat ik nu verwijt krijg geen visie te hebben van partijen die het woord visie nog niet eens weten te kunnen vinden in het woordboek. Want wij hebben die bezuinigingen voorgesteld. U heeft, zonder dat u dat te kiezen en de krijgsmacht heeft voorgehouden, heeft u het verkiezingsprogramma van de SP uitgevoerd. En van de Partij van de Arbeid. Dat mag ook wel een keer. Op het terrein van Defensie dan alleen. Op het terrein van Defensie. Ja, oké. Nee, voordat ik voor de goede orde, ik ga even naar de vraag uit de zaal. Want u komt straks sowieso nog aan bod bij de slot. Wie van u zegt, ik heb wel een vraag aan een van de politici, meneer? Ik heb thuis honderden vragen, naar wat ik gehoord heb. Probeert u er één aan één kamerlid? Eén van de PvdA vertegenwoordigers. Ik ben wel een beetje teleurgesteld, moet ik zeggen, toen ik CBB voorzitter was. Het PvdA was natuurlijk degene die altijd heeft gezegd, responsibility to protect, mensen beschermen. Outgoing naar buiten toe, in naar het buitenland toe. En dan zie ik inderdaad een doorrekening. Variant G betekent feitelijk de opwet van de landmacht. En dan vraag ik me dus af, komt de vraag, als ik naar het team ja, ging goed hoor. Hoe verhoudt zich het ambitieniveau en de prachtige teksten die staan in het verkiezingsprogramma met het budget dat daarvoor uitgekomen is? En dan, maar uw specifieke zin is het meest interessant, feitelijk het opheffen van de landmacht. Hoe verhoudt zich dat? Dat als je het hebt over responsibility, in mijn visie, dan moet je tussen de mensen staan, het idee. En dat kan je niet doen 6 kilometer door 6 kilometer boven te vliegen op een schip op 400 kilometer afstand de kust. Ik zei mevrouw Bonus. Ja, ik begrijp uw vragen. Ik begrijp ook de pijn die erachter zit. Natuurlijk is er geen sprake van opheffen van de landmacht. Ik zei net ook al, wij bepleiten dat Nederland sterk inzetbaar blijft voor bijvoorbeeld in Rapid Response Forces. En dat is gewoon onshore, absoluut. Op het land? Nee, u zit zo in die termen. Het sluit vaak aan op piraterijmissies. Het gaat om Somalië en dat soort kwesties. Maar wij denken wel dat er inderdaad, en dat hoor ik echt ook van bronnen binnen Defensie zelf, er valt inderdaad nog een efficiëntieslag te maken. Dat zeggen bronnen binnen Defensie zelf. En taakspecialisatie is nog lang niet voldoende doorgevoerd. Wij denken dat dat inderdaad ook nog echt verder gevoerd kan worden. Gevoelsmatig toch een paar honderd miljoen. Taakspecialisatie, ik hoor het. Ik wil niet opnieuw over de taakspecialisatie hebben. Gevoelsmatig loopt het toch een beetje weg van de vraag. Want in de analyse voor de vraag zat namelijk de CPB-berekeningen, waarin meneer zegt, als ik dat goed heb gelezen, wordt er toch wel heel erg hard gesneden in de feitelijke landmacht. Hij knikt, dus het lijkt dat ik hem goed samenvat. En hij zegt, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Het gaat banen kosten, dat is een feit, ja. Maar wij zijn nergens, ook in de CBB-analyse, voor zover ik ze heb gezien voor Defensie, kan je niet daaruit concluderen dat de landmacht de facto wordt opgeheven. Dat is gewoon uw eigen conclusie. Ja, dat is niet de CPB-conclusie. We zullen NSC Next vragen om een korte reactie. Ik kom even kort uitleg over variant G, in de tweede heroverweging. Dat betekent feitelijk het opheffen van twee gemeenschappelijke brigades, van de twee die we hebben. En het opheffen van het brigadeniveau als geheel en één luchtbataljon. Wat je dan feitelijk overhoudt aan mensen om op de grond te zetten. Onshore. Twee onshore. Het zijn twee mariniersbataljons en twee luchtmobiele bataljons. Nou, in de West zit al het equivalent van een bataljon. Hier in Nederland zullen we ook iets moeten hebben voordat het in de hand loopt. Als de dijken doorbreken. Het komt over de tweede hoofdtaak, en dat was om in het buitenland. Maar we hebben ook de eerste hoofdtaak, namelijk het beschermen van het gemeenschappelijk grondgebied. Ja. Dat moet je met elkaar doen. Dus we kunnen geen free rider worden, denk ik. En de derde hoofdtaak, civiele ondersteuning. Dat red je dan dus eigenlijk niet? Heb je een tekort aan bataljons? Nou ja, ruim ongeveer 1000 bommen per jaar in Nederland. Door kustbewaking, vestingen zijn daar ingezet. Oftewel in Nederland is heel veel onzichtbaar bijdrage aan het feit. Ja. Nee, u had het druk op Schiphol vandaag, hè? Eerst een bommetje ruimen, toen de F-16 nog even langs. Ja, ik zeg dat wel. Okay, gijzeling. Dank u wel voor uw analyse, mevrouw Bonus. Korte laatste reactie. Vermeende gijzeling. Kijk, ik wil hier dit van zeggen, zonder dat we nou in alle details treden. De CPB-methodiek in zichzelf, wat ze doen is partijprogramma's, echt maar
bijna blind doorrekenen van wat gebeurt er als. En er zijn dus ook berekeningen, dat heeft u kunnen zien, ex ante en ex post. En ex ante zegt dat de consequentie van deze opstelling zou zijn al dus. Moet je ook ex post kijken. Toch vrij technisch allemaal. Ja, maar dat is het ook. Het is, want je ziet ook, ik bedoel, we kunnen de hele CPB doorrekeningen kunnen we hier gaan bespreken. Er zitten hele, voor alle partijen zitten er hele rare conclusies in. Ja. Dat is niet dat ik die methodiek in twijfel wil trekken, maar hij is echt heel technocratisch. Ja. En hij rekent door tot, tot maar voordat tot 2040, op 0,5%. U kondigt het zelf al aan, het is lastig. We kunnen hier niet de methodieken van het CPB gaan bespreken. Maar u zegt, zoals meneer het schetst, zo ziet de Partij van de Arbeid het niet voor zich wat betreft de landbouw. Absoluut. Dan hebben we dat afgetikt.